Dag, ik ben Isabel Rossaert en ik ben coördinator van Schrijvers Academie. Hallo, ik ben Willem van Zadelhof. Ik schrijf romans en gedichten en geef les aan de Schrijvers Academie. Mijn naam is Ingrid van der Veeken. Gegroet, ik ben Peter de Voogd en ik spreek u toe vanuit mijn kot. Ben jij iemand die ervan droomt om auteur te worden? Of beter nog, ben je al aan het werken aan een boek? Aan een roman, een verhalenbundel, een dichtbundel? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Met Schrijvers Academie hebben we de ambitie om nieuw literair talent alles mee te geven dat ze nodig hebben om het te maken als publicerend auteur. Schrijven is met woorden spelen, is puzzelen. Elk woord op de juiste plaats krijgen. Vergeet uw comfortzone. Schrijven is ontdekken wat onontdekt blijft. Kan ik je leren schrijven als je niks met schrijven hebt? Nee. Kan ik je helpen beter te schrijven als je graag schrijft? Ik denk het wel. We gaan de handen vuil maken, we gaan knoeien, we gaan vloeken, we gaan prutsen en proberen beter te falen. Door te kijken naar jezelf en naar je woorden, door daar de juiste vragen bij te stellen. Door te kijken naar je zwakte en je sterkte. De zwakte te ontwijken als het een valkuil is. Ze om te buigen tot sterkte, als dat kan, door je sterkte nog sterker te maken. Samen maken wij oefeningen binnen thema's zoals structuur, stijl, personage, setting enzovoort. En als de pasta niet blijft kleven, dan smijten we hem gewoon opnieuw. Je bouwt bij ons ook een mooi netwerk op van medeschrijvers. En als je werk rijp genoeg is, stellen we het ook aan voor aan enkele uitgevers. In mijn lessen wil ik echter vooral proberen om u uit uw kot te lokken. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar ik zou je daar graag bij willen helpen. Door te schaven, te schrappen, te schrijven. Door te doen wat een schrijver doet. Door mijn ervaring met je te delen. Dat doe ik graag. Ik kijk ernaar uit om samen met u het kot te klein te maken. Wat denk je? Ben je er klaar voor om de uitdaging aan te gaan? Nog tot 15 mei kan je je kandidaat stellen voor Schrijvers Academie. Let wel, we selecteren en we selecteren streng. Dus zet je beste beentje voor, toon ons wat je in huis hebt. Misschien ben jij wel de literaire ontdekking van de toekomst.